Peter Sweres 2-1 gewonnen van Groene Ster in de allerlaatste minuut. Jij kunt niet anders dan tevreden zijn over het resultaat. Tevreden over het resultaat, je zegt het goed. Ja, het spel misschien vandaag iets minder. Het initiatief wat we wilden pakken hebben we niet kunnen pakken, denk ik. We houden dus misschien een middengedeelte van de eerste helft. En ja, ik denk dat je in je handen mag klappen dat je de 0-0 bij rust haalde. Gemiste strafschop, een bal op de lat. Ja, dan moet je blij zijn. Voor jou was het even geleden dat je gescoord had. Vertel. Ja, klopt. Laatste uitwedstrijd tegen Groene Ster in Heerlen scoorde ik de laatste wedstrijd. Scoorde ik de goal. En ja, dat is een tijdje geleden. En hij zat er ook netjes in. Prachtige paas overigens ook volgens mij van Thomas van der Spek, buitenkantje links. Ja, de keeper kwam uit en ik denk ik moet er of onderdoor of overheen. En hij zat er wel lekker in. Ja, goede goal denk ik. We scoren 1-0, we moeten komen. Ja, we scoren een 1-1. Ja, mooie goal. Maakt hij misschien nooit meer, maar zit er goed in. In de allerlaatste minuut glij jij de 2-1 binnen. Vertel. We gingen met een counter naar voren en Thomas die kreeg dus de bal aan de zijkant. En ik zie dat hij vanaf de zijkant naar voren kan spelen en dan kom bij de tweede paal sluit ik bij. En met alles wat ik heb gelijk hem erin. En dan twee schitterende assists van Thomas van der Spek, die heeft nogal wat last. Ja, het is te hopen dat het niet vervelende gevolgen voor hem heeft. Hij moest bijna kruipend van het veld af en we gaan naar de huisartsenpost met hem, dus ik hoop dat het meevalt. En jij bent bezig aan je afscheidstour hier. Vorige week bekend geworden natuurlijk dat je naar Halsteren gaat. Wat heb je allemaal gehoord hier vandaag? Want het was de eerste thuiswedstrijd sinds het bekend was. Op zich valt het wel mee. Er zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. Ik moet op een gegeven moment een keuze maken en ik denk dat deze keuze voor mij toekomst het beste is. Zijn jullie nu veilig? Nee, want je vindt dat je bent pas veilig op het moment dat je ook werkelijk echt niet meer achterhaalbaar bent. Ja, dan moet toch niet meer fout lopen voor jullie om uit de na-competitie om behoud weg te blijven? Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat we toch de laatste weken wel met meer vertrouwen speelden. Alleen ja, dat had ik eigenlijk vandaag ook in het spel terug willen zien. Maak jij je nog geen zorgen over de leegloop die dreigt van jouw selectie volgend jaar? Nou ja, geen zorgen. Kijk, het is vervelend. Ik vind het jammer dat ik niet door kan bouwen met dezelfde groep. En dat er weer opnieuw gebouwd moet worden met weer opnieuw wat nieuwere spelers. Alhoewel ik nog steeds wel van overtuigd ben dat ik denk nog wel een redelijke basis blijven houden. Wordt vervolgd dus. Dankjewel Peter.